We moeten het natuurlijk even hebben. Ja, over die Omtzigt. Ja, ik is niet helemaal mijn man, hoor. Nee, niet helemaal. Hij heeft een beetje een mondje als een kardinaal. En ja, ik weet ook niet of hij mijn premier is. Hij is natuurlijk heel goed in die dossiers. En hij is heel goed als luis in de pels. En dat is zijn rol. Maar goed, zoals de politiek omgaat met die Omtzigt. Ja, Nieuwsuur. Ja, die zijn ermee gekomen. Reconstructie. Een onderzoekje gedaan, zouden ze veel meer moeten doen. Want er zouden veel meer troep boven water komen drijven. Maar goed, in die politiek, daar weten ze hoe ze mensen moeten en willen uitschakelen. Ja, dat hebben we nu gezien. Want in eerste instantie was het de CDA zelf natuurlijk. Die wilden die Omtzigt kwijt. Dat lukte al met die verkiezing. Met, weet je nog, met Hugo de Jonge? Ja. Dat was allemaal ingestoken. En toen werd die Omtzigt al, hup, aan de kant geschoven. Nou, en toen was hij natuurlijk bezig met zijn toeslagenaffaire. En hij was natuurlijk vervelend voor het kabinet. En toen was hij in één keer een probleem. Maar wel populair geworden. En kreeg dus heel veel voorkeurstemmen. Er was in één keer 2 op de lijst. Ja, en toen wisten ze niet wat ze met die Omtzigt aan moesten. Ja, in de gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet. En toen kregen we dus 2 verkenners. Weten jullie het nog? Ja, die Jorritsma en die Ollongren. Ja, en die gingen verkennen voor het nieuwe kabinet. Nou, en die komen bij die Ariep, bij die voorzitter. En die beginnen gelijk van, ja, wat moeten we nou met die Omtzigt? Ja, dat blijkt nu. Ja, dat is nu naar buiten gekomen. Ja, wat moeten we met die Omtzigt? Dat is een probleem, had die Jorritsma gezegd. Ja, en die Ollongren die zit daarbij en dit en dat. En die Ariep die ging daar dus niet op in. En die zei van, ja, we gaan niet gelijk over mensen beginnen. Nou, en toen kwam later naar buiten, via de papier, weet je nog, daar stond er op, weet je wel, Omtzigt, functie elders. Nou, en daar werd dan gevraagd van, oh, jullie zitten al over die Omtzigt te praten. En toen begon, ja vrienden, het grote liegen. Dat begon daar. Ja, want Rutte die ging ontkennen dat het over Omtzigt was gegaan. Dat is al zwaar gelogen. En die Ollongren, die heeft ook in de Kamer gezegd, we hebben het er helemaal niet over gehad. Jawel, bij die Ariep. En die Jorritsma, die keek ook weg. En die wist ook nergens van. Dus het allemaal, die hele politiek, één groot lichtfestival. Ja, het is geweldig, hè? En die Omtzigt, ja, die krijgt niet eens messen in zijn rug. Nee, een drillboor. Dat doen ze in Den Haag. Die pakken gelijk een drillboor. Die pakken het gelijk goed aan. Nou, vrienden, dit is de kans dus voor onze Caroline. Ja, ik bedoel, het gaat nou niet lang meer duren natuurlijk, hè? Dit kan zo niet blijven doorgaan. Nee. Dus, Caroline, zorg dat je klaar bent voor de grote klus straks. Maar, 1 tip van mij. Niet onrustig worden nu. Rustig blijven zitten. Ze brengen zichzelf om zeep. Dus graag, enige wat je niet moet doen, is fouten maken nu. Maak geen fouten. Blijf rustig. Doe weinig en laten zij zichzelf gewoon maar de nek omdraaien.